Toen ik door het toneelhuis werd gevraagd, begon het vrijwel meteen te jeuken, omdat Lambeau een iets wat miskende reus is van de beeldhouwkunst en ook van de Belgische kunst. Weinig mensen zullen weten dat hij de schepper is van de Brabo-fontein hier in Antwerpen en van de beelden van de architecten van de kathedraal, aan de kathedraal. Terwijl iedereen misschien wel zal weten dat hij ook de schepper is van het meest ongeziene kunstwerk van België, de Calvary van de menselijke driften, wat heel lang opgesloten heeft gestaan in het Jubelpark in Brussel. Op een oppervlakte van 10 meter hoog, 11 meter breed, zal de meester een plastische compositie uitwerken die volgens sommigen de vergelijking met de grootte van de Renaissance kan doorstaan. Sinds het genie van Michelangelo schijnt er in de kunst niets van eenzelfde omvang te zijn ontworpen. Fraaie woordjes van onze vriend Sulzberger natuurlijk, die niet beseft hoezeer hij het hof naar de mond praat. Lambeau is de jongste delicatesse waarmee Leopold en zijn paladijnen hun verheven smaak willen etaleren. Ce qui choque les catholiques, ce n'est pas Lambeau ou son œuvre, ce qui les choque, c'est le nu. Qu'il soit en pierre ou en bronze, le nu provoque immanquablement de mauvaises idées aux acolytes de Rome. Ok. Leopold met Horta. Dus wanneer begint de geschiedenis van de menselijke passies en de tragedie en de komedie rond dat kunstwerk? Dat begint 1880, wanneer de koning op de tentoonstelling Gent de schets van het werk ziet en besluit het te kopen van staatswegen, dus in marmer te laten uitvoeren, een enorm werk. 1880 natuurlijk niet toevallig het ogenblik waarop België haar 50-jarig bestaan viert. 50 jaar is voor een mens de middelbare leeftijd, maar voor een land dat is de puberteit eigenlijk die dan begint. En die jongens springen in het veld van een natie die zoekt om dat te vieren naar een legitimatie eigenlijk ook voor zijn bestaan op allerlei gronden, politieke gronden, historische gronden, artistieke gronden. De koning wil dat proces beïnvloeden, wil eigenlijk een soort meer vrijgevochten kunst in zekere zin. Loslaten op de Belgen die in zijn ogen te veel vasthangen of lijden onder de hegemonie van de kerken enerzijds en de burgerij en het patronaat anderzijds. En de koning hoort eigenlijk vrij bewust, vind ik, een knuppel in het hoenderhoek. En dat lukt zeer goed, want er ontstaat een controverse die in wezen tot vandaag nog voortduurt.